Zitten kijken is niet zomaar een balletje in een mandje gooien. Nee, dit is topsport. Alles draait om kracht, uithoudingsvermogen, techniek, tactiek, conditie, samenspel, balgevoel, behendigheid, noem maar op. En het is ook nog eens de enige echte gemengde sport in Nederland. Met jongens en meisjes in één team. Waar heb ik het over? Precies. Dit is korfbal. Wanda, een korte klokhuiscursus korfbal voor dummies. En dat doen we met het blauwe team. Dat is Koog Zaandijk uit Koog aan de Zaan. Kortweg, KZ. En dit zijn de trainer en de spelers. De zaalcompetitie bestaat uit de 10 beste clubs van Nederland. En die spelen in de Korfbal League. Nou, uiteindelijk spelen de beste teams in de finale in Ahoy. Kampioen van Nederland te worden. De spelers en speelsters worden verdeeld over twee vakken. Je hebt twee mannen en twee vrouwen in het aanvalsvak en twee mannen en twee vrouwen in het verdedigingsvak. En je mag je eigen vak niet uit en krijgt altijd een vaste tegenstander. Hier bijvoorbeeld een koppeltje dames en daarachter een koppeltje heren. Ja, en dan is het eigenlijk heel simpel. In het aanvalsvak moet je proberen te scoren. En in het verdedigingsvak moet je doelpunten proberen te voorkomen. Een korfbalwedstrijd duurt 2 keer 30 minuten. Nou, komt de bal in het aanvalsvak terecht, dan heb je 25 seconden om met die bal de korf te raken. Want raak je de korf niet, dan komt de bal bij de tegenpartij terecht. Raak je de korf wel, ja, dan gaat de klok weer terug naar 25 seconden. Iedere keer als er 2 keer is gescoord, zoals nu, dan wordt er van vak en van functie gewisseld. Een aanvaller wordt verdediger en een verdediger wordt aanvaller. De korf zelf hangt op 3,5 meter. En dat is hoger zelfs dan de basket bij basketbal. Maar toch zie je bij korfbal niet alleen maar lange spelers. En dat komt omdat snelheid en kracht belangrijker is dan lengte.